Sinds vorige week presenteert Gert Verhulst samen met Janica Zaltzis het programma Dancing with the Stars op 4. Wij hadden afgelopen week een gesprek met Gert Verhulst. Ik heb me eigenlijk heel goed geamuseerd en ik denk Jani ook. Dus het was vooral plezant voor ons. Ik denk dat de stress veel groter is bij de kandidaten natuurlijk. Hè. Uiteindelijk de rol van Jani en mezelf is niet zo enorm, dus is redelijk beperkt. Maar als je daar zo moet presteren zoals de kandidaten moeten doen, dan is de druk toch wel een beetje groter, denk ik. Dus voor ons was het eigenlijk redelijk relaxed. Gert, jij had vrijdag geen stress? Weinig eigenlijk. En we mogen ook eerlijk zijn, de show van vrijdag was niet live. Dat is ook geen geheim. Maar vanaf nu vrijdag is het wel 100% live. Dus dat zal toch wel voor iets meer stress zorgen, denk ik. Ga jij vrijdag nu een ander gevoel hebben, denk je? Nee, ik vind het eigenlijk leuk dat het live is, omdat je ook weet dat het dan op tijd gedaan gaat zijn en zo. Ja, je kunt niks opnieuw doen, het is wat dat het is. De grootste stress zal erin bestaan van de tijd in het oog te houden, want als je alle juryleden aan het woord laat en iedereen doet zijn zeggen, dan kan het zijn dat het programma een half uur langer duurt. En dat is niet de bedoeling. Dus ik hoop dat alle mensen goed gebriefd gaan worden, dat ze vooral heel kort en bondig zullen zijn. Jani droomt ervan om eens met jou te dansen tijdens het programma. Is dat voor jou bespreekbaar? Dat is geen droom voor mij. Laat het ons zo zeggen. En Jani heeft nog veel dromen, denk ik. Maar die gaan niet allemaal uitkomen. Dus hij moet ook in het leven leren leven met dromen die niet waar worden. Dus jij zegt nu dat je niet gaat dansen? Ik dacht het is geen topprioriteit voor mij. En de mensen, als ze het ooit zouden zien, zullen ook begrijpen waarom niet. Jij bent geen danser? Ik ben geen danser, nee. Daarom dat ik ook niet als kandidaat meedoe aan het programma. Stel dat Vier jou gevraagd zou hebben om deel te nemen als danser? Nee, ik zou dat niet gedaan hebben. Omdat het is mijn ding niet. Ik doe het ook niet graag. En dan zou ik elke week tegen mijn goesting naar die studio moeten. En elke dag tegen mijn goesting naar de repetitielokaal. En dat... Nee, ik zou het echt niet gedaan hebben. Zou je er tijd voor hebben? Ik denk dat wel. Als dat nu iets zou zijn dat ik wel graag zou doen, dan zou ik die tijd ervoor maken. Bijvoorbeeld James heeft de laatste 2 weken van Get Late Night al gecombineerd met dat dansen. Dat was heel zwaar, maar dat ging wel. Je hebt het resultaat gezien, hij heeft dat goed gedaan. Hè. Dus het is niet dat je kunt geen 7 uur per dag trainen. Hè. Na 2 uur, 3 uur zit het sowieso bek af. Ja, dat vind je altijd wel in je planning. Heb jij nu eigenlijk een favoriet in het programma? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik vind dat ook niet mag, maar het is ook niet. Natuurlijk, Karen ken ik heel goed, James ken ik zeer goed. Ik ken die beter dan Sien Eggers bijvoorbeeld, die ik nu pas heb leren kennen, wat trouwens een heel leuke vrouw is. Dus mensen zullen wel eens denken of vermoeden van zal die dan ook als een van zijn favorieten zien of zoiets, maar dat is absoluut niet waar. De ene keer dat het programma begint, dan zijn dat voor mij 8... of 9 zeker, evenwaardige kandidaten. Hoe groot schat jij de kans in dat Elodie vrijdag gaat dansen? Ik heb er niks van gehoord, nog niet. Ik denk dat ze toch zou willen dansen. Ze heeft zoveel geoefend, ze was ook zeer goed. Wat ik gezien heb, was echt de moeite. Dus ik hoop voor haar dat ze het wel gaat doen. En ik denk het ook wel stilletjes. Maar als het niet mag van een dokter, dan mag het niet natuurlijk. Want wat dat betreft luistert ze wel heel goed naar een dokter en zo. En dat is natuurlijk nog vanuit haar sportcarrière. Hè. Ze is bang voor blijvend letsel op te lopen of zoiets. Dus ze luistert zeer goed naar die dokter.